Nog een paar maanden en de gloednieuwe Spaarndammertunnel gaat open. Maar voor het zover is, moet eerst het kruispunt Tasmanstraat Houtmankade aangepast worden. Daarom gaat het kruispunt dicht van vrijdagavond 30 juni 8 uur tot en met maandagochtend 3 juli half 6. Oh, dat wordt afgesloten. Ja, wij rijden hier eigenlijk niet zo vaak. De Spaarndammerbuurt hier precies zeker last van. Als ze daar nou bijvoorbeeld handhavers neerzetten om het verkeer een beetje te leiden. De werkzaamheden houden in dat we de bestaande wegen gaan aansluiten op de tunnel. We zullen het asfalt verwijderen, dan gaan we de verkeersregelinstallatie aanpassen. En daarna gaan we weer het nieuwe asfalt aanbrengen. De tunnel gaat open als alle veiligheidstesten uitgevoerd zijn. En de verwachting is in het vierde kwartaal van dit jaar. Wij zijn vandaag aansluiting aan het maken voor het riool. En dat is voor de aansluiting straks voor de Spaarndammertunnel. Wat doe je tegen de hitte op zo'n dag als vandaag? Ja, veel drinken en smeren. Meer kun je niet doen, hè? Het is warm, veel drinken, maar het is wel te doen. We staan lekker aan het water hier, dus een mooie plek. Ja. Je bent al bruin geworden, zie ik. Ik ben goed bruin geworden, ja. Dat gaat heel goed. De Houtmankade is vernoemd naar Cornelis de Houtman. Houtman ging als opperkoopman mee op de eerste Nederlandse expeditie naar Oost-Indië. In 1592 probeerde Cornelis met zijn broer Frederik de Portugese handelsroute naar Oost-Indië te achterhalen. Dit verliep niet vlekkeloos. Ze werden ontmaskerd als spionnen en vervolgens vastgezet. In 1594 kocht een aantal kooplieden de heren vrij en konden ze terug naar Nederland. Weet jij wie Cornelis de Houtman was? Ik zou het niet weten. Een of andere koopman misschien? Cornelis Houtman, wat heeft hij ontdekt? Ik denk dat hij met Abel Tasman of in die geest, dus dat hij misschien Australië ontdekt heeft, weet ik veel. Ken dat? Het is weer tijd voor de prijsvraag en die luidt... Wie is Cornelis de Houtman? Vul op amsterdam.nl/wegwerkzaamheden het antwoordformulier in. En ook deze week maken we de winnaar blij met een mooie foto uit de online beeldbank van het Stadsarchief. De winnaar van vorige week is Butul Bali. Gefeliciteerd. Het kruispunt Tasmanstraat Houtmankade is afgesloten van vrijdagavond 30 juni 8 uur tot en met maandagochtend 3 juli half 6. Het verkeer moet er rekening mee houden dat ze als ze de stad in willen omgeleid worden via de Oostzaanstraat en de S103. En het verkeer wat de stad uitgaat kan gewoon de huidige route blijven volgen. De voetgangers en fietsers zullen via de Nova Zemblastraat omgeleid worden, zowel stad in als stad uit. En voor meer informatie kunt u natuurlijk kijken op amsterdam.nl/wegwerkzaamheden. En u kunt zich hier ook aanmelden voor de nieuwsbrief. Dit was het verkeer, tot de volgende keer.